Margreet Rijntjes, een van de spraakmakende presentatrices van NPO Radio 1, heeft recentelijk Gordon aan de tand gevoeld in een opmerkelijk scherp interview. Tijdens het programma De Perstribune op NPO Radio 1 nam Rijntjes geen blad voor de mond en confronteerde ze Gordon met zijn eigen gedrag, waarbij ze hem een spiegel voorhield. Gordon's reactie op kritiek staat bekend als woede gecombineerd met het aannemen van de slachtofferrol, een patroon dat Rijntjes niet onopgemerkt liet. In het interview benadrukte ze het belang van introspectie, waarbij ze opmerkte: Een hand in eigen boezem steken is altijd belangrijk in het leven. Volgens Rijntjes zou Gordon dit vaker moeten doen, gezien de hoeveelheid controverse die rondom hem hangt en zijn neiging om ongefilterde uitspraken te doen over collega's. Gordon, die bekend staat om zijn openhartigheid, erkende met moeite dat zijn gedrag inderdaad te maken kan hebben met zijn eigen persoonlijkheid. Hij benadrukte echter dat hij al jaren geen jurylid meer is en dat zijn verleden als zodanig niet langer relevant zou moeten zijn. Het gesprek ging verder over de negativiteit in de media, waarbij Rijntjes opmerkte dat Corde zelf ook niet vies is van negatieve uitspraken over collega's. Interessant was het moment waarop Corde zichzelf beschreef als een flap uit zonder filter, waardoor hij zichzelf als een makkelijk slachtoffer zag. Rijntjes confronteerde hem met de vraag hoe hij dit in overeenstemming brengt met zijn eigen meedogenloze uitspraken over anderen. Gordon rechtvaardigde dit met satire en grapjes, en hij benadrukte dat zijn intentie nooit is geweest om iemand echte grond in te boren. Het interview nam een wending toen Rijntjes opmerkte dat Gordon anderen als respectloos bestempelde, terwijl hij zelf niet altijd even respectvol is geweest. Gordon verdedigde zijn controversiële boek en benadrukte dat het zijn waarheid is, zonder excuses aan te bieden. Het gesprek eindigde met Gordon die zichzelf als onevenredig benadeeld door de media beschouwde. Wat Rijntjes uitdaagde om na te denken over het aanbieden van excuses aan anderen. Al met al toonde het interview met Gordon een interessante dynamiek tussen zelfreflectie en het rechtvaardigen van het verleden, waarbij zowel de presentatrice als de entertainer hun standpunten naar voren brachten in een boeiend gesprek op de nationale radio.